Ik heb wel een lichte voorkeur. I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Hi, lieve tatties. Welkom bij een nieuwe video. Ik ben Sergio. Ik ben René. Ik ben Tosso. Het is weer een stralende dag. De wind is voorbij, de regen is voorbij. En de zon schijnt. Voor nu tenminste. Toch? Was een lekkere dagje, hè? Dat is heerlijk. Weet je trouwens waar wij vandaag geweest zijn? Nee, dat weten jullie helemaal niet. Want dat hebben we niet laten zien. En daar hebben we ook eigenlijk helemaal niks gefilmd. Maar dat maakt niet uit. Maar het was wel gezellig. In de Rookpot. Hier. Achter. Daar zo. Bij Kijkduin. En we waren op zoek. Want mijn zus was op visite met de kleintjes. En die wilde heel graag naar een speeltuin. En ik vind Zuiderpark wel heel erg druk. En het is ook nog eens Pinksteren. Dus ik dacht, ik ga even googelen. En toen hebben we gegoogeld. En Google zei dat bij de Rookpot ook een... Mo, sta stil! Bij de Rookpot ook een speeltuin was. Dus ik had even gebeld. En ik zeg van ja, maar we staan niet op het park of zo. Maar mogen we dan wel gebruik maken van de speeltuin? En dat mocht. En we zijn er geweest. En dat was gezellig. Dus ja, dat was heel erg leuk. En nu is het dus etenstijd. En aangezien wij vaak... Nou ja, ik vooral, want René die vindt alles wel lekker en zo, maar ik kan daar niet kiezen. Dus ik ga zeggen, ik ga twee dingen opschrijven. Ik ga schrijven sushi en ik ga schrijven KFC. En dan doe ik die in mijn hand, briefjes. Eén links en één rechts, want ja, anders hè. En dan mag René het briefje kiezen. Vind je een goed plan? Goed plan. Goed plan, oké. Okay. Dan ga ik even schrijven, hè. Heel eerlijk, jij weet niet welk briefje waar, wat staat. Ik heb wel een lichte voorkeur. Jij? Heb jij een voorkeur, papi? Als ik een voorkeur had, dan had ik dit niet kiezen, toch? Nee. Oké. Dus. Ja, nou weet ik het ook niet. Nee, dat komt niet omhoog. Links. Deze? Ja. Is rechts. Nee. Voor mij, voor mijn links. Voor mij is het rechts. Wat? Laten we hem eerst kijken. Nee, oh, mo! Laten we hem eerst kijken. Oh, laat hun ook gooien. Dat is lekker. Jullie mogen eerst kijken van René. Komt ie. En? Wat is het? Is het sushi? Laat mij terugkijken op die camera, want ze laten mij nou niet zien, hè? Jawel. Oké. Okay. Oké, okay, maar zorg je dan wel dat je gewoon zegt Pim? En niet dat je enthousiast op cash zegt en dan vervolgens niet zegt dat je te veel hebt. Oké, okay, we gaan eventjes afsluiten hier. Ja, die hebben we het toch ook opgezet de vorige keer, of niet? Ja, ik had de vorige keer had ik contant aangeklikt, maar niet het bedrag aangepast. Dus ik had alleen 50 euro. Dus dan zou ik, of... Nee, ik had 50 en 20. Dus of ik kwam 18 euro tekort, of ik gaf 10 euro fooi. Vond ik ook een beetje gortig. En toen zei de meneer van nou, maak hem over naar mijn rekening. Dan zorg ik wel dat het goed komt met de baas. Dus dat was wel heel chill. Dat was echt zo. Kom, pap. Dus ik ga sushi bestellen. Zullen we gewoon weer hetzelfde doen? Ja, dat is sushi monster. Sushi monster. Ja. Dat zou je zo wel kunnen stellen inderdaad. En Jessie heeft... doe ik net aan, hè, jongens. Doe ik net aan. Hier, ik moest kijken. Godverdomme. Ik kan gelijk weer in de was. Volgens mij, mijn huid voelt wel zacht. Jongens, even een tip. Want die tip heb ik ook weer gekregen. Ik heb een hele droge huid. Ik heb nou van die crème van de Lidl. Cien. Sorry? Cien. Oh, Cien. Ik heb nou Cien crème. Of Cien. Oh, je wilt. Zo, ja, dat was zeker wel, Mo. Die zit hier gewoon te ratelen op de grond. Schaamteloos ook gewoon.
Heb je je zoon ook al gaan roken? Nee. Oeh, zo, ja. Die is ook serieus aanwezig. Ja, ik ben heel druk met sushi bestellen, dus ja, ik had je anders best wel willen helpen, maar dat gaat hem even niet worden. Ja, ja. Ja, dus. Samantha Engel dit ook. Engel. 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 Samantha Enkel. Misschien. Enkel. Dat zijn mijn nieuwe sokken. Vet, hè? Nou is er gisteren in de wind een behoorlijke stronk gesneuveld. Ik heb geen idee of het een beetje overkomt zo op afstand. Maar ik kan je vertellen, dat is een hele grote stronk. Zo. Viel me nog mee dat er niet meer afwaaide gisteren. Zal ik de deur dicht doen, schat? Hè? Deur dicht doen? Ja. Ja. Ja, dit gaat ook niet best, hè? Nee, we vergrijpen die spullen weer net al kut. Maar toch net gewonnen en nu heeft hij het verkloot. En ja. Ja, we spelen ze allebei gewoon niet best. Nou, hopen dat Oranje Voetbal het vanavond beter doet. Hij zit er ook wel persoonlijk bij naast. Ja, volgens mij waait het wel heel hard daar in die zaal. Ja. Is toch wel een beetje last van zijn hapje, hè? Ik denk het. Wat is er dan? Waar heb je dan zo last van, jongen? Wat is er dan? Wat is er dan? Hij wil wel, ik zal zijn speentje pakken. Goedemorgen! Wij gaan vandaag gezellig naar Mariska en Kenzie. We hebben een playdate gepland. Jessie doet nog even een dutje. Dan heb ik de tijd om alles klaar te maken. En dan gaan we gezellig naar... Maak me trouwens ook een klein beetje zorgen om Mo. Motje. Want Sergio die maakte me vannacht wakker, althans heel vroeg in de ochtend, want ik moest naar werk. Dat Mo een beetje ziek is en dat hij dus waarschijnlijk had blijkbaar de huiskamer onder gepoept. En hij was heel erg sloom. Dus nou ja, hij heeft net wel gewoon gegeten gelukkig, dat ging best wel goed. Ik vond hem niet extreem sloom. En ik denk, nou, ik laat hem toch nog even een keertje extra uit. Nou, er kwam gewoon letterlijk een waterval aan diarree er eerst uitgespoten. En, maar daarna wel iets vaster. Maar ja, we moeten het wel in de gaten houden. Ja, blijf toch ook een beetje je kindjes, hè? Nou, hopelijk... is het niks ernstigs en komt het gewoon goed. Hij heeft in ieder geval goed gegeten. Maar ja, hopelijk gaat hij ook gewoon goed drinken. Even in de gaten houden. Wat is dat, hè? Oh. Hi. Lekker hoor. We hebben vandaag heerlijk vriendenhuis, verse hamburgers gemaakt met papa. En een hele lekkere stamkool van rode kool. Een stamkool, mooi hoor. Ja. Van rode kool en zoete aardappelen. Gewone aardappelen met een beetje echtjes. Heerlijk. Lekker. Yummy.
Hallo allemaal, een hele goede avond. Die muziekje eruit. Kijk dan jongens, hoe fucking mooi is dit? Nou, wacht even. Dat is beter. Een hele goede avond allemaal. Ik heb zojuist een leuke figuratieklusje gedaan voor een Nederlandse film. Alexander Mooi. Ik mocht voetballen op het strand. Heel erg lekker. En vooral lekker met dit weer. Nederlandse bodem, jongens. Kijk dan hoe mooi. Het zijn maar gewoon duinen. En het is maar een gewoon ondergaande zon. Ik krijg er spontaan een spraakgebrek van. Kijk dan, jongens. Ja, verrijft. Ja, verrijft. Ik hoor mijn baby nog niet. Nee, deur is wel open. Ik hoor mijn zoon nog niet. Ik zie Rolf. Ik zie Rolf. Rolf Royce. Hij slaapt. Hallo. Hey. Hallo. Hij slaapt net weer even. Hallo. Laten we nog heel even. Ja, doe maar. Ik zat net te denken, eigenlijk heb je best wel een toffe artiestennaam, Rolf. Wat zei je? Eigenlijk heeft hij best wel een toffe artiestennaam. Rolf. Rolf Royce. Oké, dat zou mooi zijn. Ja, toch? Heel mooi. Het ziet eruit als een vakantiegang. Vakantie, ja, zo voel ik me ook. Mijn leven is één grote vakantie. Ja, wel mooi. Hoe is het? Zo moet ik altijd doen. Leuk slaapt. Leuke kleur. Ja. Ja, die kleur is... Cool, staat je goed. Oké, dankjewel. Staat u goed? Goed. Ja, hij heeft zijn duim helemaal gevonden, hè? Hij wil zo goed niet, maar hij is ongemak. Maar ja, aan de andere kant hoeven we hem ook niet meer af te leren om die spenen. Papa's daar. De mens gisteren ook. Ging niet zo en vanochtend dan. Ja? Ik zeg geen graaien van. Ik had met twee vingers. Ik vroeger ook. Ja, zo? Ja. En dan soms doet hij te ver. Ja, dus Anja ging koken, dus om de beurt met hem. Ja. En dan ging ik om de beurt. Ja, gelijk. Wat is ongemak, want een steentje kun je makkelijk zo induwen. Maar dan was hij rustig en dan kon ik hem zo in slaap wiegen. Nou ja, denk aan. Hij wil het gewoon echt niet meer. Klaar. En hem je mis. Helemaal schattig. Nou, nou mogen jullie weer gaan. Nee, nee. Weg, weg. Omkussen. Mijn baby. Van achter, hè, dat kopje. Echt gelachen. Hoi, mama. Je smoort hem. Kijk nou. Kijk, hè? Hi. Hallo. Hij hoort je. Kijk, hij komt.
Hey Poepie. Hey Poepie. Een klein lachje. Ja. Ben jij groot geworden alweer, zeg hé. Hey. Kijk ja. Ben jij groot geworden, hé. Hey. Zie mij het toch. Wie zijn dat poepetje? Wie zijn dat poepetje? Klein beetje van oma, hé. Hey. Ja. Wie zijn dat dan, hè? Ga je al bijna kruipen nou, hou eens op, hoor. Ja. Oh. Poepie? Oh, dankjewel. Dat vind ik echt lief. Dankjewel. En morgen de laatste dag voor jou? Nee, ja, van jullie. Ja. Tuurlijk. Want ik ga helemaal opeten. Ja, helemaal alleen. Je kan het hebben. Maar nee. Dankjewel. Alsjeblieft, geniet ervan. Zo weet. Ja, voor mij ook. Ja, oké. Hé, ik krijg weer vetjes bij, hè? Ja, nou, ik ben het. René? Ik kan het niet licht ja, je geeft mij dit, maar ik krijg je vetjes. Ja? Oh, wat ben je mooi. Oh, kijk dan. Daddy is my hero. Cause I will be your hero. Maar Jessie, die heeft wat voor jou gemaakt. Oh. Oh. Oh, blijf zitten. Dank u. Jessie. Silver. Ja. Heb jij dat geschreven? Nee. Nee. Jessie heeft dat gedaan. Dat heeft Jessie gemaakt op de crèche, hè? Sir. Ga je helpen met uitpakken? Nou, hier heb je het zo goed geschreven. Nee, nee. Lijkt wel een E, Jessie. En geen streepje. Wat staat er? Lieve papa, dit is speciaal voor jou, omdat ik heel veel van je hou. Van alle papa's op een rij is er geen tweede zoals jij. Wat een geluk heb ik dat je de papa bent van mij. Oh, dat is leuk. Zoé. Zo, je hebt niet stilgezeten tijdens de aftrek. Nee. Zo is het mooist. Nee, maar aan die vorm, want dat is echt weer harder. Ja, maar. Zo moet het, yeah. Want de voeten daar staan toch naar beneden, de tenen. Ja, zo. Poepie. Heb je? Oh. Ga je helpen? Dat is een stukje zwaar. Ga je helpen? Oh, dat zit lekker, hè? Jawel. Ja. Ik wil hem mee laten helpen, maar het plakband zit iets strakker of plakt iets harder dan ik had verwacht. Ik weet het nog steeds niet, hoor. Nee, hè? Ook een voetje. En een handje. Ja, mama is er beter in. Ja, probeer die er maar eens uit te krijgen. Maar ja, als de doos kapot mag. Ja, de doos mag kapot. Jessie, ja? Geplet. Jessie zit ook te kijken. Je weet het toch al lang? Heb je het toch zelf gekocht voor papa?
Hij heeft geen idee, zeg. Dat is ook helemaal koud, hè? Nee, ik denk, ik heb wel een idee. Waar dan? Nou, ik denk, het zal iets met die afdrukjes zijn, maar dan staat er weer Axe op. En Axe is weer iets anders natuurlijk. Niet opgebouwd. Het is iets in het gips. Ja, dat raad je nooit. Probeer te pakken. En je pakken. My love life is fiction. People say I wouldn't give satisfaction. What I wouldn't know, it's beyond my imagination. I keep my pants up high and my zipper closed. And people wonder why I never get rid of those. Awesome looking sunglasses that I got off of eBay at a special price. Anyway, you get the picture right. Denk het ook. Ik krijg het al warm van. Drie kwartier aan het rijden en ik ben er eindelijk sinds 3 minuten onder dat ik nog een uur moet rijden. Ja. Normaal maar er is reed het wel een uurtje rijden. Maar er reed wel een politiewagen voorbij dus. Ja, ik geloof wel dat er iets, hier staat AWB. Maar daar is nog steeds file, dus dat is zal eentje tijdens de file zijn uitgevallen. Ik weet het allemaal niet. Jesse die wordt wel weer gelijk wakker op het moment dat we dus de file inrijden. Die denkt, hey, waarom is het... Ja, die kijkt heel voelend. Waarom is het zo stil? Maar vaderdag zit er weer op. Ja, het was wel, ik voel me wel echt een ontzettende kneus nu natuurlijk. Want, dat ik op de heenweg zei. Ik heb weer mopper de mopper. Ik lijk af en toe wel een moppersmurf, maar zo bedoel ik het helemaal niet. Ik heb af en toe gewoon een beetje kronkelige gedachten, zullen we maar zeggen. Hè? Maar ik vond het wel heel leuk. Ja, toch wel. Ja, want dat zei ik toch al. Ik vind dat wel leuk. Ja, ik weet niet. Misschien, misschien moet ik daar gewoon een beetje aan wennen. Door mijn iets wat verstoorde relatie in mijn jeugd met mijn ouders. Misschien. Enfin. Zoals Najib al zei in de vorige vlog. Alles komt toe. Nou, dus ik vond het heel erg lief. En de accu is bijna leeg gezien. Ja, dus, ik vond het echt heel erg lief. Al die voetjes en handjes zo. En lekker aks dingetjes. En vergeet ik nog iets.
En nou, ik vond het gewoon heel erg lief. En de mok. En de mok met een speciale boodschap op. Dus, vond je deze vaderdagvlog ook zo leuk? Duimpje omhoog. En ben je nog niet geabonneerd, even abonneren. Abonneren, belletje drukken. En heb je nog niet op belletje drukken, op het belletje drukken. Want dan krijg je een melding, als het goed is, als YouTube niet stuk is. En nou ja, voor nu dan, tot de volgende. Tot de volgende. Ciao, 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 ciao. Ciao, 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 ciao,